Hey, Bart Valkenier hier van MaakIetsMedia.nl en welkom bij deze Word-training. In deze video, cijfers en letters, ha, ga eens aan de slag met symbolen. Je weet wel, euroteken en zo. Check de hele training op MaakIetsMedia.nl Word. Euroteken en andere symbolen. Hoe gooi je die in Word? Want je hebt natuurlijk gewoon je toetsenbord met je letters en je cijfers. Maar stel je voor dat je een toetsenbord zou hebben met alles erop. Alle valuta's. Dat zijn zeg maar geldtekens en alle symbolen. Dan krijg je wel heel erg veel toetsen. Dat is natuurlijk niet te doen. Nou, Euroteken kun je doen door bijvoorbeeld hierop invoegen te klikken. Daar, en dan vind je hem aan de rechterkant. Hier, daar vind je symbool. En als je op symbool klikt, dan zie je hier de meest gebruikelijke. En uh, euroteken staat er vast wel tussen. En dan klik je erop en heb je hier euroteken te pakken. Maar dat kan ook op een andere manier. Kijk eens even naar je spatiebalk. Welke twee knopjes zitten aan de linker en de rechterkant van je spatiebalk? Juist twee keer alt. Nou, de linker alt moet je niet hebben, maar de andere. De rechter alt, die moet je wel hebben. En als je die indrukt en dan op 5, dan zie je dat hij dus ook een euroteken invoegt. Supersnel, dan hoef je helemaal nergens op te klikken. Maar de rechter alt en dan 5 en dan voeg je ook eurotekens toe. Maar goed, er zijn er nog veel meer symbolen natuurlijk. Je gaat weer naar invoegen en dan weer naar symbool, meer symbolen. Meer symbolen en dan krijg je hier dit schermpje. En voor alle lettertypes die je hebt uh, geïnstalleerd, heb je hier allerlei soorten symbolen die je gewoon kan kiezen en invoegen. Uh, bijvoorbeeld uh, D met een streepje of zo, weet ik veel. Het is ongelooflijk veel wat je hier kan invoegen. Maar er is nog een derde manier. En dat is Windows-toets V. En als ik Windows Toets V intyp, dan krijg ik hier een schermpje. Wat niet per se iets met Word te maken heeft. Ook als je Word afsluit. Je kan altijd Windows Toets V intypen. En dan krijg je een heel erg handig schermpje. En dat is dit: Namelijk, eigenlijk zie je hier je klembord. Hier zie je alle dingen die je ooit hebt gekopieerd. En die kan je dan weer plakken. Maar goed, wat ik vooral even wil laten zien is dat je hier ook uh, allerlei smileys kan uh, vinden. En allerlei soorten en maten en uh, onderwerpen. Emojis eigenlijk. Je vindt hier ook uh, van die foute uh, gifjes. <laughs> kan je ook gewoon uh, erin plakken. En je vindt hier ook uh, deze soort klassieke ASCII-tekst-smiley-achtige uh, dingen. Maar hier dus ook symbolen. Hier vind je recente symbolen die je hebt gebruikt. En hier allerlei symbolen, bijvoorbeeld deze of die, of die en die en die. Nou nogmaals, het is dus niet iets van Word, maar het is iets van Windows. En die vind je dus bij Windows V. En hier vind je dus ook nog andere valuta symbolen, geldsymbolen van uh, andere landen. En die kun je dus allemaal hier invoegen via Windows V. Super handig schermpje. Maar hoe dan ook, zo weet je net euroteken en symbolen.